Goedenavond. Ik zal me even voorstellen, ik ben Ellen Schramma en ik heb in 2011 heb ik schildklierkanker gekregen. Hallo, ik ben Jody de Nooijer. In 2017 kreeg ik de diagnose papillair schildklierkanker. In 2017, april, een week voordat ik op vakantie ging, voelde ik zelf een gekke knobbel in mijn hals. Ik zat met mijn zoon aan tafel en ik maakte nog de grap: kijk, ik heb net als jij een adamsappel. Ik heb er lang over nagedacht, ben toch nog maar even naar de huisarts gegaan en die zei: ja, hebben heel veel mensen, moet naar gekeken worden, maar hij heeft geen haast, ga lekker eerst op vakantie. Nou, toen ik weer terug was, ben ik naar de huisarts gegaan, kreeg verwijzing voor een echo en daar werd een ding gezien in mijn schildklier, een ovaal, glad, rond ding. Vervolgens is er een punctie gedaan, daar kwam een uitslag uit, Bethesda 4. En nou ja, de volgende stap was eigenlijk de helft van het schildklier wegnemen. Nou, dat is gebeurd. Allemaal geen haast, want langzaam groeiend, al slecht. En op een dinsdag, een mooie dinsdag in juli, ben ik geopereerd. Is de eerste helft van de schildklier verwijderd. Ging hartstikke goed. Zelfde dag naar huis gegaan. Nou ja, een paar dagen thuis, een beetje uitgerust en bijgekomen. En op vrijdagmiddag kwam toen eigenlijk het telefoontje van de chirurg: mevrouw, het is schildklierkanker, papillair carcinoom. En over 3 dagen wordt u weer geopereerd. Nou, na dat nieuws heb ik eigenlijk een uur lang voor me uit zitten staren. Van wat heb ik nu precies gehoord? En ja, toen ben ik mensen gaan inlichten. Ik had al heel lang een knobbel in mijn nek. En daar is, ik werkte toen zelf in het ziekenhuis en daar is toen regelmatig naar gekeken. Ook regelmatig een punctie genomen. En daar kwam eigenlijk nooit iets uit. Dus op een gegeven moment zeiden ze van, nou ja, als je er geen last van hebt verder, doen we er ook niks aan. En op een gegeven moment begon die knobbel tegen mijn luchtpijp te drukken, waardoor ik af en toe wel benauwd werd. En dat vond ik gewoon vervelend. Dus toen zei ik tegen die arts, ik zeg, nou weet je, ik ben er toch een beetje klaar mee. Ik wil dat het ding eruit gaat, want ik heb er gewoon last van. Dat is goed. Gewoon even netjes via de reguliere weg, eerst langs de huisarts, verwijsbrief. En dan gaan we je opereren. Dus nou, dat hebben ze gedaan. En zo werd de linkerhelft van mijn schildklier als eerste verwijderd. En ondertussen ben ik op controle geweest, niks aan de hand. De PA-uitslag was er nog niet, maar daar verwachtte die ook niks van. Toen was ik op vakantie en toen werd ik gebeld, 1 dag voor mijn zoons verjaardag. Ja, dat de uitslag eigenlijk niet goed was. En er zat toch een vorm in van schildklierkanker. Zowel een papillaire vorm als een folliculaire vorm. En nou ja, dat kwam wel even aan, want ik was op dat moment alleen op de camping. En toen dacht ik wel van, oh jee, wat nu? Hoe lang heb ik nog? Wat gaat er gebeuren? Toen heb ik nog wel de arts een mailtje gestuurd. En die belde de volgende dag eigenlijk heel snel terug. Ondanks dat hij zelf inmiddels ook vakantie had. Nou ja, dat ik er in ieder geval heel oud mee kon worden. Dus nou ja, dat geen probleem was. Nou ja, daarna werd ik wel binnen 6 weken geopereerd aan de andere kant. En toen was de hele schildklier eruit. Onverwacht. Ja, nou, dat gedeelte, dat ging bij mij eigenlijk ongeveer hetzelfde. Een week later, een week na de eerste operatie, is de tweede helft verwijderd. Wel heel snel. Ja, dat had te maken met vakantie van de chirurg. Ik Oké. ben overigens behandeld in een regionaal ziekenhuis. Was op dat moment nog niet op de hoogte van het hele bestaan van de schildklierorganisatie in Nederland. En al helemaal niet van de visie van de schildklierorganisatie dat het goed is om naar een expertziekenhuis te gaan. Bij de tweede operatie kwam helaas een complicatie. Ik moest toen wel blijven, een nachtje. En toen ik bijkwam uit de narcose, was ik echt heel erg hees. Heel erg hees, heel veel hoesten. Bleek dat mijn stembandzenuw geraakt is. En ik heb de 5 maanden daarna eigenlijk niet kunnen praten. Ik had geen stem. En dat had een enorme impact op alles wat je maar kan bedenken. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. En hoe gaat het daar nu mee? Dat gaat nu goed. Ik ben in de loop van de tijd
En bij KNO-arts terechtgekomen omdat de stem maar niet terugkwam. Bij de logopedist geweest. Zet ook geen zoden aan de dijk. Nou, wat onderzoeken gehad met een cameraatje. Uiteindelijk bij een KNO-arts terechtgekomen die erg veel ervaring heeft met stembanden. Met niet functionerende stembanden. Die had op een gegeven moment het idee van, nou, dit gaat niet meer vanzelf goed komen. Dus ik ga de collageen inspuiten om de stemband op te vullen, waardoor je in ieder geval weer waarschijnlijk geluid kan gaan maken. De voorspelling was dat dat van tijdelijke duur was, maar dat werkt tot op de dag van vandaag. Dus ik hoop dat dat zo blijft. Dat hoop ik ook inderdaad. Ja. Ja. En heb je ook nog een X-ray, een jodiumslok gekregen? Radioactieve jodiumbehandeling, ja. Na de tweede operatie niet aan de levothyroxine begonnen, want meteen aangemeld voor de radioactieve jodiumbehandeling in een ander ziekenhuis, want dat deden ze niet in het regionaal ziekenhuis, een samenwerkingsverband. Dat was een week of 5 daarna, dus 5 weken zonder schildklierhormoon. Dat vond ik eigenlijk best te doen. Op zich, ja, je energie neemt wat af, je stemmingen gaan wat meer wisselen. Het is wat lastig om het warm te krijgen. Maar ik vond het al met al nog wel te doen. En na 5 weken dan de radioactieve jodiumbehandeling. Ook dat was aardig te doen, hoewel ik op dat moment ook nog geen stem had. En als er dan ook niemand bij je komt kijken en je door de telefoon echt heel slecht verstaanbaar kan maken, dan is dat best lastig. Ja. Maar ik hoefde maar 1 nacht te blijven. Oké. Dus Ja. dat viel heel erg Ja, mee. dat is snel inderdaad. Ja, want Ja. hoe lang moest jij blijven? Ik heb een jodiumbehandeling gehad ongeveer 8 weken, denk ik, na de tweede operatie. Ik mocht dus ook geen levothyroxine. En ik werd wel steeds slomer en slomer. En ik ben 4 nachten in het ziekenhuis gebleven na de eerste jodiumslok. En Dat is goed. vervolgens heb ik een half jaar later heb ik nog een keer een jodiumslok gekregen. En toen mocht ik na 2 dagen naar huis. Maar Oké, dat was wel eentje met allerlei hindernissen, want de wc was verstopt en ze vergaten me eten te brengen. En nou ja, van alles wat er mis kon gaan, ging mis. een toestand. Ja, precies. Bij mij En. was inderdaad ook voorspeld dat er nog een tweede radioactieve jodiumbehandeling nodig zou zijn. Dus een half jaar na de eerste ben ik ook weer keurig 4 weken van tevoren, meen ik, hè, gestopt met levothyroxine. Vlak van tevoren weer het jodium-arm-dieet. Nou ja, daarna TG-bepaling, maar die bleek zo laag te zijn dat de hele radioactieve jodiumbehandeling niet meer nodig was. Oh, oké. Okay. Dat is wel positief dan. Dat was wel weer fijn. En hoe is het instellen op de levothyroxine gegaan bij jou? Ik begon met een standaard dosis. En ik moet zeggen dat ik me daar al vrij snel weer goed op ben gaan voelen. Die is in de loop van de tijd behoorlijk opgehoogd. En ik weet het niet meer zo heel goed, maar ik denk dat ik na een klein jaar eigenlijk wel goed ingesteld was. Ja, ging vrij soepel. En bij Ja. jou? Nou, bij mij ging het niet zo soepel. Ik heb heel lang ho een hoge dosis gekregen, omdat ze me wilden onderdrukken. En daar heb ik me echt heel beroerd op gevoeld. Ik kwam gewoon, nou ja, niet echt weer in mijn eigen ritme. Ik kon mezelf niet meer herkennen. Ik werd ook heel erg depressief, waardoor ik eigenlijk, nou ja, eerder wilde stoppen met het verder leven dan dat ik dacht, we gaan er weer voor. Uiteindelijk ben ik daardoor overgestapt naar een andere specialist. Omdat ze in het ziekenhuis waar ik behandeld werd, zeiden alleen maar van, nou, uw waarden zijn goed tot over 3 weken. Of over 3 maanden, excuus. En ja, daar zag ik zelf helemaal niks in. Toen had ik zoiets van, ja, ik wil gewoon niet meer op deze manier verder. En toen ben ik overgestapt naar een ander ziekenhuis. En daar heb ik met de internist gekeken om mijn levothyroxinewaarden zo te krijgen dat ik me weer goed voelde. En ik denk dat ik al met al daar wel 2,5 jaar mee bezig ben geweest, voordat ik dacht van, hé, we zijn er weer een beetje. Dus dat is mij wel heel erg tegengevallen. Dat is een lang verhaal geworden dan. Ja, dat is zeker een lang verhaal geworden. Ja.
Ja, ik heb in het begin, misschien hoefde ik ook niet onderdrukt te worden, hoor, dat weet ik niet, maar ik heb die hele term had ik gewoon nog nooit van gehoord. Die heb ik jaren later pas voor het eerst gehoord. Ja. Ja. En eigenlijk het enige, nou ja, het enige, wat ik vind van hoe ik me voelde, qua energie, qua conditie, na het hele verhaal. Ik voel me eigenlijk 10 jaar ouder dan daarvoor. Voor die tijd kon ik rustig een kort nachtje hebben, geen probleem. Ja, na die tijd, nou wat ik zeg, voel me 10 jaar ouder. Gewoon heb veel meer regelmaat nodig, heb goede nachtrust nodig. Dat soort dingen. Ja, herkenbaar. Ja. Regelmaat, je agenda niet te vol plannen. Niet te veel dingen op één dag doen. Ja, toch wel goed luisteren naar je lichaam. En ik kan heel veel als ik me maar aan het goede ritme hou. En inderdaad, goed slapen, goed eten. Regelmaat, wat jij zegt. Ja, dat herken ik zeker ook. Inderdaad, heel goed doseren. Heel goed doseren. En hoe is het gegaan met weer aan het werk gaan bij jou? Is dat soepel gegaan? Was je snel weer aan het werk? Heeft het wat langer geduurd? Ik was heel erg naïef. Ik wist heel weinig over deze hele ziekte. Ik had een internist die heel erg luchtig deed en heel erg luchtig was. Die had iets van, nou ja, weet je, in eerste instantie, de kans dat het kwaadaardig is heel erg klein. Maar als het zo is, is de prognose prima en is ook heel goed te behandelen. Mocht je je schildklier kwijtraken, dan is daar een medicijn voor, schildkliervervangend hormoon, en daar valt prima mee te leven. Ja, ik ben daar volledig in meegegaan. Dat was op zich heel ontspannen. En ik ben dan ook, ja, ik denk een week na de tweede operatie, ben ik weer aan het werk gegaan. Ik ben, achteraf heb ik het wel eens bekeken, in totaal voor twee operaties en de radioactieve jodiumbehandeling 3 weken ziek geweest. En voor de rest heb ik gewoon gewerkt. En meteen weer de 32 uur die ik daarvoor ook deed. Zo, dat is Ja. knap. Ja. Ja, weet ik niet. Knap of naïef? Ja, dat is ook net hoe je het wil bekijken. Ik heb ook wel gewerkt tussendoor, maar wel met tussenpozen. Dus dan iedere keer wel weer wat uurtjes. En dan, als ik dan weer een behandeling kreeg, dan stopte ik weer, omdat ik gewoon mijn gedachten niet op een rijtje kon krijgen. Ik kreeg de dingen niet op papier. Dus ja, weet je, ik was er wel, maar heel nuttig kon ik me ook niet maken. Althans, zo voelde het voor mij. En uiteindelijk heb ik ja, 1,5 jaar over gedaan om weer volledig aan het werk te zijn. Dus ja, het is wel gelukt, maar ja, Ja. met de nodige hobbels. Ja. En dan af en toe ook weer uitvallen, omdat je dan toch weer een jodiumbehandeling kreeg, waardoor je weer helemaal moest stoppen met levotiroxine. En het feit dat ik gewoon al zo langzaam op gang kwam op die levothyroxine, ja, maakte ook dat ik gewoon niet zo snel mijn werk meer op kon pakken. Ja, ik had een wat bijzondere omstandigheid op mijn werk, en dat is dat mijn baas uit hele goede wil had besloten mij niet ziek te melden bij een arbodienst. Ik heb dan ook nooit met een arboarts gesproken over reïntegratie of weer aan het werk gaan of opbouwen. Hij had iets van, joh, als jij niet ziek gemeld wordt, dan houd je ook gewoon je hele salaris. Ja, op Ja. dat moment vond ik dat ook heel fijn. Ja, is het ook. Ja. Ja, gevolg is dat ik ook inderdaad nooit heb overlegd met wie dan ook over weer aan het werk gaan. Nee. Ik heb voorrang gegeven aan allereerst mijn gezin en daarna mijn werk. En dat betekent ook dat ik mijn sociaal leven best wel lang op een laag pitje heb gezet. En sporten, dat soort dingen. Dat heeft echt even geduurd voordat ik weer ruimte kreeg voor andere dingen. Dus ja, Is ik ben jij? aan het werk gegaan. Achteraf of het verstandig is geweest. Een beetje meer doseren was wel goed geweest, denk ik. Ja. En dat geeft eigenlijk ook meteen aan dat ik daar heel weinig begeleiding vanuit de artsen heb gekregen. Ja. Ik zeg Nou heel ja. weinig, ik bedoel eigenlijk niks. Ja, nou, dat is heel weinig. Ja. Ik zat dan in een eerste instantie in een academisch ziekenhuis. En ook daar heb ik geen begeleiding gekregen. Weet je, ik heb ook eigenlijk helemaal niks te horen gekregen over het natraject. Het was inderdaad operatie, jodiumbehandeling. En dan stellen we je in op de levothyroxine en dan is er niks meer aan de hand. Maar zo werkt het helemaal niet. En er was op dat moment ook geen gespecialiseerde verpleegkundige die me verder kon helpen.
En er was niemand die je hielp van hoe je leven weer op de rit kon krijgen en waar je op moest letten. En als ik dan nu wel eens hoor van ziekenhuizen die een gespecialiseerde verpleegkundige hebben voor mensen met schildklierkanker of endocrine aandoeningen, dan nou, ben ik daar best wel jaloers op. Dat ik denk, oh, dat had ik ook wel graag gewild. Ja, ik vind dat een hele goede zaak dat daar veel veranderd is. Ik heb me best verloren gevoeld. Op een gegeven moment, weet je, je krijgt je behandeling, je wordt geopereerd, radioactief jodiumbehandeling. Maar eigenlijk niemand die vraagt, hoe voel je je? En joh, wat doet die diagnose met jou? Ik denk dat ze officieel in het ziekenhuis best mijn familieomstandigheden weten, maar niemand die gevraagd heeft of het lukte met het verzorgen van de kinderen. Je wordt eigenlijk aan je lot overgelaten. Ja, Ik zo heb ik het ook ervaren. En ik moet zeggen dat ik sinds vorig jaar pas weer het gevoel heb dat ik alles een beetje op een rijtje heb. Ik ben ook in de jaren daarna behoorlijk wat zwaarder geworden. Heb ook wel eens gevraagd aan artsen van joh, hoe kan dat? Ik ben zo snel moe, buiten adem, dat soort dingen. Ja, heel veel meer dan misschien moet je weer eens aan je conditie gaan werken, heb ik niet te horen gekregen. Ja, dat is niet wat je wilt horen Nee. nadat je zo'n klap hebt gekregen. En als dat het is, dan zou het wel fijn zijn als je daar wat coaching of begeleiding in kreeg. Zeker. Ja, dat is heel fijn. Ik vond het een hele zoektocht om erachter te komen hoe je dat zelf aan kan pakken. Ja, en nog steeds. En nog Dus steeds. sommige, ja, soms denk ik nog wel eens van, oh, daar zou ik ook nog wel eens wat aandacht aan willen besteden, maar dan ben ik. Ben je toch wel heel erg zoekende waar je dat vandaan moet halen? Ja, dat klopt. Ja, nazorg verdient geen schoonheidsprijs, wat mij Nee, betreft. nee, Nou, misschien moet ik het anders zeggen. Daar valt nog heel veel in te verbeteren. nou, dat heb je heel mooi gezegd. Hè. Want ik was inderdaad in die periode ook heel naïef. Weet je, toen had ik de jodiumslok gekregen. Toen kreeg ik mijn levothyroxine. Toen dacht ik, nou, morgen voel ik me een stuk beter. Nou ja, dat duurde iets langer. Maar goed, inmiddels voel ik me wel beter, dus dat is wel heel fijn. Maar als ik nou zeg, hoe kijk je erop terug? Denk ik nou, aan informatievoorziening kan het veel beter. En daar is heel veel blijven liggen. En zeker informatie over de nazorg en het traject na de operatie. Dat ja, kan wel, wat mij betreft, 10 keer verbeterd worden. Misschien wel 100 keer. Ik denk dat er, als ik verhalen van wat nieuwere schildklierkankerpatiënten hoor, denk ik dat er al wel wat verbeterd is. Ik denk dat er wat meer kennis is. Ik denk dat er wat meer bekend is over schildklierorganisatie. Die wordt wat meer aangeprezen door de artsen ook. Dus dat is alleen maar goed. Maar al met al hoor ik toch nog steeds heel vaak nazorgtraject. We voelen ons verloren, we voelen ons in de steek gelaten. Ja, het zou fijn zijn als daar wat meer begeleiding in zou zijn. Zeker, dat zou het zeker zijn. Ja. En hoe ervaar je nu de situatie in het leven ja, met of na de schildklierkanker? Ik zeg zelf met, want dan denk ik, ja, het is gewoon, is me gewoon overkomen. Klopt, ik zit daar zelf ook wel eens over na te denken. Heb ik nu schildklierkanker of had ik het? Nou, ik had schildklierkanker, het is verdwenen, het is opgelost, het is weg, maar mijn schildklier is ook weg. En dat heeft nogal invloed, vind ik, op kwaliteit van leven. Ik ben niet meer degene die ik voor die tijd was en ik vind het best lastig om dat te accepteren en om me daarin aan te passen. Nou, dat ben ik helemaal met je eens. Je bent zeker een ander mens. Je moet dingen anders doen. Je moet je leven anders inrichten. En dat geldt niet alleen voor mij, maar ook voor mijn partner en het hele gezin. Daar zat ik ook net aan te denken. Dat geldt zeker ook voor mijn kinderen. Die hebben ermee moeten leren dealen dat ik soms wat anders reageerde dan ze van mij gewend waren. Wat wisselender in stemmingen, wat korter lontje. Ja. Ik heb zelfs een tijd gezegd dat ik helemaal geen lontje meer had. En
ja, dat is voor jezelf niet leuk, maar ook voor je omgeving niet. Of op zijn minst heel erg wennen. Maar voor de rest, ja, prognose is goed en er valt prima te leven met levothyroxine. Maar dan aangepast. Ja, weet je, en je merkt gewoon aan je lichaam dat het toch een chemische manier is waarop het toegediend wordt. En ja, je lichaam heeft daar soms wel eens wat moeite mee, want je kan niet meer de signaaltjes allemaal doorgeven naar alle andere organen en hormoonsturende, hoe noem ik het? Ja, organen. Waarvan ze zeggen, oh ja, je moet nu even dit en je moet nu even dat. En daar merk je soms wel eens dat je daar nog wel een beetje zoeken in bent. Ja, daar ben ik het mee eens. Ik denk dat er een duidelijk verschil is tussen een werkende schildklier die hormoon aanmaakt naar behoefte en een chemische vervanger waarvan je iedere dag dezelfde hoeveelheid Ja, binnenkrijgt. ja. Ik heb ook wel eens begrepen dat in synthetisch schildklierhormoon geen dag- en nachtritme zit, wat in natuurlijk schildklierhormoon wel zit. Ik ben daar ook zelf mee gaan experimenteren door mijn medicatie 's avonds in te gaan nemen, omdat ik 's morgens eigenlijk altijd moe wakker werd. Dat is voor mij wel een oplossing gebleken. Maar ja, ook dat is weer voor iedereen verschillend. En ja. Ik merk het ook vooral met sporten. Weet je, dan ga ik lekker en dan opeens is het op. En dan denk ik, oh ja, het moet even een tandje minder, weer even een beetje opbouwen. En dan kunnen we weer door. En ik kan niet meer zo knallen zoals ik vroeger kon met sporten. Nee. En ja, dat zijn de dingetjes. En ja, we hadden het net nog even, had jij het over je complicatie van je stembanden. Bij mij hebben ze de bijschildklieren geraakt. En misschien ook wel meegenomen, maar goed, dat altijd een beetje duister of dat zo is. Maar goed, daarom merk ik ook wel dat ik met sporten vooral goed op moet letten dat ik wel mijn magnesium en mijn calcium neem. Want anders krijg ik echt heel veel last van spierkrampen en ja, een soort scheef trekken van je handen en je voeten. En zolang ik het neem, gaat het heel goed. Maar ik moet het ook wel consequent innemen. Dat is ook iets wat je regelmatig hoort, hè, bij deze groep mensen. Ja. Zou jij nog iets afsluitends willen zeggen? Zou ik nog iets afsluitends willen zeggen? Nee. Nee. Nee, oké. Okay. Nee. Nou ja, wat ik zou willen zeggen, of nog wil zeggen, is dat het inderdaad leven na schildklierkanker is er zeker. Het is heel belangrijk dat je gewoon veel informatie, goede informatie krijgt, dat vooral. En dat je het niet zelf hoeft uit te zoeken. En dat je de juiste handreikingen krijgt om hulp in te roepen. Dat zou mensen heel erg helpen. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Informatie meteen vanaf het begin, duidelijke informatie waar je wat aan hebt. En voor de artsen, het zal lang niet voor iedere arts gelden, maar heel graag niet alleen letten op de waardes van de bloeduitslagen, maar ook letten op de mens die achter die waardes zit. Luister naar de patiënt. Die Ja, weet toch zelf het beste hoe die zich voelt. Daar ben ik zeker precies. met je eens. Ja. Nou, dankjewel, Jodie. Ik Ja, dankjewel, zou Ellen. het hierbij willen afsluiten.